Hey, welkom bij de video. Leuk dat je er bent. Voordat deze video begint wil ik even zeggen. Kijk eens, dat hebben we samen gedaan. Jij en ik, samen. Heb jij nou niet meegedaan aan dat? Ben je nou zo ondankbaar? Je kan nog gered worden. Dit is jouw redding. Dit is de enige optie om nu nog mee te kunnen doen. Doe het nu. Anders drink ik je cola. Ik meen het. Veel kijkplezier. Hey, we zijn vandaag weer wauw in Roeveen, yay Jotem, en ik ben met mijn dikke Bentley, maar ik heb een opdracht gekregen. Ik mag deze keer geen locaties meer laten zien qua waar ik de opdracht gekregen heb, maar wat ik wel kan zeggen is dat ik hier een auto moet stelen. Echt, kijk hoe ik eruit zie. Dat is niet autostilwaardig, dus vandaar dat ik hier even bij het dure winkel ben, want ik ga even dure kleding kopen. Nee, we gaan ons even omkleden, want ik zie er niet uit. Ik zie er wel uit, maar ik zie er niet uit. Piem, we zien er gewoon netjes is uit. Half netjes, half sketchy toch. We hebben een petje opgehouden. We hebben gewoon normale schoenen gehouden. Maar toch zien we er een beetje sketchy uit. En nu is het de taak om de auto... Oeh, dat was vliegen. Om de auto op te halen. En ik ben benieuwd wat voor autootje. Het is dan wel weer zo'n lelijke oude auto zijn. Okay, volgens mijn heftige, hevige calculaties bevinden wij ons nu bij de auto. En ik denk dat dat hem is, maar ik weet het niet zeker. Het zal wel moeten, hè? Ja, het zal wel zijn. Het zal hem wel zijn. Stil de auto. Ja, oké, top. We gaan hem neerzetten met Bentley. Die zetten we hier mooi op de locatie neer. Hoppakee, houden we zo. Top. Sneaken wij langzaam naar binnen. En dan gaan we. We hebben een mail gekregen van Eduardo. Lekker makkers. Ik hoor dat je de auto hebt. Ik stuur je een afleverlocatie door. Hey, dankjewel Eduardo. Wat leuk. Oké, dan gaan wij even wachten op de locatie van Eduardo. En hopen we dat de politie ons niet tegenkomt. Want dat zou een beetje kut zijn. Ik denk dat we het best gewoon even hier kunnen wachten. Dat is misschien het minst sketchy. Hey, hier is een taxichauffeur. Kan jij zoiets voor mij doen? Kan jij voor mij achter mij aanrijden zometeen? Ik moet helemaal naar de andere kant van de stad. Ik moet deze auto even aan een vriend geven van me. Maar dan heb ik geen vervoer terug. Nou, laat ik een taxi wezen, joh. Ja, dan is jij een hele goede taxi. Oké, is prima. Ik rijd er vast heen. Die kant op rij achter me aan. Ja, joh, ik als ik je bij kan houden. Ah, dat komt helemaal goed, joh. Deze bak is heel traag, dus dat komt wel goed. Oh, kijk. Nou, dankjewel. Tot zo. Kijk jongens, we hebben een vervoersmiddel. En ik weet denk ik wel een beetje waar Eduardo wil dat ik deze auto af ga leveren. Dus we gaan even koenkeloeren. Nieuwe mail van Eduardo. Nieuwe mailtie van Eduardo. Makkers, heb je de auto nog? Lever hem af op locatie Los Santos Freeway. Oké, we hebben de locatie gekregen nu. Tompie Wompie, we hebben de taxi die achter ons aanrijdt. Very great, very epic. Very nice, yes, 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 yes. Het is even 4 kilometer rijden, maar dan zijn we er. En hebben we ook gelijk mooi vervoer terug. En dan gaan we kijken wat die taxichauffeur allemaal van plan is vandaag. Ik rij ongeveer 160 km per uur. En die taxichauffeur houdt me bij, dus hij is een snelle taxichauffeur. Hij rijdt ook lekker door, hoor. Kijk, daar is hij. Hij houdt me lekker bij. Nice, nou, dat vind ik leuk. Oké, onze afslag is hier. De taxichauffeur is er nog. Hij rijdt, laat ik zeggen, een goede 50 meter, misschien 100 meter achter ons. En wij moeten hem gewoon hier afleveren. Het is altijd een beetje dezelfde locatie met die Eduardo. Eduardo. Dus ik dacht, weet je, Fred, we nemen een taxi achter ons aan. We krijgen hier wat geld van. En dan wil ik eigenlijk even Louie bellen. Vragen of hij dat voor mij kan witwassen. Even een afspraakje met hem regelen. Even een spannend afspraakje regelen. Dat is mijn witwassen namelijk, Louie. We gaan hem zo bellen. Hoppakee, zet je auto netjes neer. Hoppakee. Top. Hey, ik denk dat mijn vriend hem wel zelf op kan halen hier. Ja, ja. Dat weet hij wel, toch? Ja, dat weet hij wel. Ik denk dat we kunnen. Waar wil je? Hey, we hebben 1350 zwart geld gekregen. Doe maar even richting de stad gewoon rustig rijden. Richting Blokkenpark weer. En dan tussentijd bel ik even met iemand. Ja, ik moet wel een factuurtje maken. Ja, dat snap ik. Dan maak maar een factuurtje. Komt goed. Wat is de naam? Makkers. Makkers Plakkers. Ja, kun je ook niks aan doen dat je zo heet, toch? Hoezo? Vind je het grappige naam dan of zo? Nee, het is gewoon grappig. Oké. Hoeveel zei je? 170. Krijg jij een 170. Kraslot? Krijg ik een kraslot? Hey, als ik er meer terug ga winnen, dan ben ik hartstikke blij. Oké, jongens, we gaan Louie even bellen. Hey. Goedemiddag, Louie. Hoe gaat ie? Ja, helemaal goed. Hoe is het met jou? Goed, ik heb net mijn RS7. Oh, je hebt net een RS7. Hey, kunnen wij weer even afspreken? Even hetzelfde als normaal? Ik denk dat het nu heel even lastig gaat, omdat ik net mijn RS7 heb gekocht. Dan gaat het heel lastig op het moment. Ik weet niet hoeveel je bij je hebt gekeken. 1300. Oh, dat kan denk ik wel. Dat kan wel, denk je? Ja, dat kan. Top, oké, nee, dan waar wil je afspreken? Ik denk dat ik met 10 minuutjes kan zijn. Waar wil je afspreken? Gewoon het standaardpunt bij die winkel, bij die bank? Ja, is goed. Is goed, 10 minuutjes ongeveer, denk ik.
Oké, joe. Zo, hey, ik red een plekje voor je zo naar deze winkel. Je gaat de krasslot kopen. Ja, nee, dit is mijn winkel. Oh, dit is jouw winkel? Ja, ja, ja. Echt? Zo, je mag wel even iets aan je winkel doen, ja, hoor. Het ziet er echt niet uit hier binnen. Het is een en al kapot. Jezus, die hele winkel van hem die is gewoon helemaal kapot. Niks aan de hand, zegt hij zelf. Er is wel iets aan de hand. Oké, waar wij af gaan spreken vervolgens is bij deze winkel. Die spreken we wel eens vaker af bij. Kijk, bij die garage hier. Daar spreken we wel eens. Het zijn er iets meer geworden als één, maar dat maakt niet. Oh, nou, ik ga ze ook allemaal openmaken gelijk. Daar gaan we. 5 krasloten, daar gaan we. Kraslot 1, gebruik. Ik heb niks gewonnen. Ja, vind ik alweer net jammer. Kraslot 2. Ik heb weer niks gewonnen. Ook weer jammer. Kraslot 3. Weer niks gewonnen. Kraslot 4. Weer niks gewonnen. En het laatste kraslot, kraslot 5. Ik heb helemaal geen drol gewonnen. Maar ik waardeer het. Het was wel heel leuk. Ik vond het hartstikke gezellig, weet je. Let's go, we gaan naar de stad. Hey, sinds wanneer heeft onderweg voor jou van die busjes? Ja, die zijn er al heel lang. Alleen ze rijden niet echt vuil, dus niemand rijdt. Oh, niemand wil er gewoon in rijden. Tikken trekken, ga er maar tussendoor, joh. Oh, zo. Oh, joh. Hey, joh. Hij rijdt gewoon iemand aan. Maar die mensen die blijven ook gewoon over de weg lopen hier, hè? Hier, ja, nog één. Hier, wat doen ze? Ik zie niemand. Ja, ik denk dat je hem even een bril moet kopen dan. Ik zeg gewoon allemaal mensen op de weg staan. Het is donker, hè? Ik zie het niet goed. Ja, dan denk ik niet dat ik op mijn gemak voel zo in de auto. Er staat ook letterlijk op dat bord stond Hell Awaits. Dus ik weet nou niet wat ik nou heel nice vond hieraan, maar of ik me nou echt veilig moet voelen. Nee, dus, er stond letterlijk Hell Awaits. Waar stond dat? Ja, op dat bord langs de weg stond echt heel groot Hell Awaits. Ah, dat klinkt al gezellig, hè? Hier is het, deze parkeerplaats trouwens. Ja, maar even nummers uitwisselen, vind ik wel goed. Oké, de taxi meneer die ging heel even kijken of hij zijn nummer ergens kon vinden, want hij wist hem niet uit zijn hoofd, hij was zijn telefoon kwijt. Hij komt zo terug. Ik kom zo terug. Als het goed is had ik hier met Louis afgesproken, maar hij is er nog niet. Meestal is het bij de parkeerplaats, dus we gaan wel even tegen het muurtje aanleunen hier. En ik denk dat ik elk moment Louis dan wel kan verwachten hier. Leunen is goed voor de spijsvertering. Wat heb jij nou weer op je hoofd? Ja. Dit maakt het niet echt beter deze. Ja, kijk zo. Wat heb jij nou weer allemaal op je hoofd? Ja. Hendrik. Oh, er zit geen D tussen. Hendrik, VD, taxi. Oh. Mak is van plak. Ja. Wat is er nou zo grappig aan mijn naam? Nee, achternaam. Ik word altijd door mijn baard en door mijn naam uitgelachen. Ik doe gewoon mijn best hier in deze stad. Oh, kijk hier. Wacht, dit is mijn... Zo, mijn ding. Goeiemorgen. Mijn afspraak. Moet je ook nog naar ergens anders heen? Nee, ik vraag wel of hij me even af kan zetten. Oh, hey, dankjewel. Als je een keer een liftje nodig hebt. Dat komt helemaal goed, joh. Dankjewel, joejoe. Daar hebben we Louie, jongens. We ruilen de taxichauffeur om voor Louie. Goedenavond, Louie. Hey, goedenavond. Hey, zullen we het gewoon in de winkel doen? Makkelijk? Ja, of, top. Zou je mij zo ook gelijk even af kunnen zetten ergens? Ja, zeker. Nu gaat het nog. Zaken. Ja, even wat rustiger, hè. Even tegenwoordig wil ik wat minder... Want ik ben nu al zo vaak gevonden en de politie net aan weggekomen, zeg maar. Maar ik moet even wat rustiger aandoen. Dus ik heb nu gewoon rustig een autootje gestolen in plaats van de hele winkel gelijk overvallen. 1430 aan Louie, 1433. Zo, top. Dankjewel, dan zet ik het gelijk weer even rustig op de bank. Zaken met Louie zijn altijd nice, jongens. Het is gewoon, ik geef hem mijn zwarte geld en hij geeft mij mijn witte geld. 3000 zetten we op de dinges. Hoeveel heb ik dan nog in cash? 100 euro. Oké, nou, dit was weer altijd makkelijk zo. Maar wat, jij gaat er altijd mee naar de witwasser, hè? Ja. Ja, ik doe ook zaken met andere mensen natuurlijk. Ja, je doet ook zaken met andere mensen natuurlijk. Oké, hieronder zitten, dus dan moet je even... Volgens mij zit hier, ik weet het niet zeker hoor. Of hier in de buurt. Oh, ja, deze is het inderdaad. Ja, deze garage hier rechts, bij de meeste ben ik in de buurt. Dan hoop ik dat mijn auto er nog staat, want ik... Ja, daar staat hij nog, top. Kijk, daar staat hij. Hé, hey, iemand heeft zijn auto er ook naast kunnen zetten. Hé, hey, dankjewel voor het afzetten. En succes met je zaken. Dank je. Joejoe. We hebben lekker zaken kunnen doen met Louie. Dat is altijd fijn. Hij heeft me in zijn RS7 af kunnen zetten. Stappen wij in mijn Bentley. En dan gaan we even kijken wat we nu kunnen doen. We hebben nu best wel op zich wat geld verdiend hieraan. We hebben een motor. We hebben een Bentley. Maar wat willen we nog meer? We moeten nog een huis kopen, vind ik. Ik vind dat als goal nog steeds een soort... Ja, een eindgoal een huis moeten kopen. Dat lijkt mij heel leuk om te doen. Moet ook even gebeuren, tanken. Dat moet ook zomaar hier en daar gedaan worden. Maar nu ik even aan tanken ben, wil ik even jullie aandacht en tijd nemen, jongens. En heren en dames en vrouwen en appels en peren en ander fruit en groenten. Groente is goed voor je kinderen. Eet je groenten. Ik zat eraan te denken om wat ik nu doe. Dus niet echt heel spannend of speciaal op Roeveen. Gewoon een beetje casual, wat ik ook tijdens mijn livestreams doe, weet je. Maar dan in video's. Dus wat er nu gebeurt, dus dan ga ik gewoon... Het is lekker rustig opnemen, het is wat makkelijker, dus dan kan ik misschien ook wat meer uploaden. Dat is helemaal aan jullie. Willen jullie dat ik vaker Roeveen zoals dit ga doen? Gewoon rustig, een beetje jobs hier en daar met mensen afspreken.
Misschien overvalletjes of zo. Gewoon exact eigenlijk wat ik in mijn livestreams doe, maar dan in videoformaat. Ja of nee? Komt het even? Komt het ja, Max, ga dit vaker doen? Of nee, we willen alleen speciale dingen op Roeveen, zoals Henkie doet. Of zoals jij wel eens doet, weet je? Maar dat is helemaal aan jullie. En dan nu gaan we even kijken of we misschien wat wiet kunnen verkopen. Ik hoop het, want Eduardo die heeft wel twee dingen die hij voor je heeft. Dus of auto's stelen en shit. En dat wil ik niet nog een keer doen, want dat heb ik net alweer gedaan. Dan zit ik weer met auto's. Of je krijgt 3 zakken met wiet. En dat kan je dan doorverkopen. Dus dat gaan we even kijken welke van de twee we gaan doen. Althans, die keuze heb ik niet. Dat vind ik wel heel jammer dat je die keuze niet kan krijgen van Eduardo. Eduardo is meer gewoon like... Peach! Ik heb een boete gereden. Crap. Maar hij is meer like, Peach, there you go. Dit is gewoon je taak nu. Je hebt gewoon pech, wil je het wel of niet. Je hebt geen keus. Nou ja, misschien als we Eduardo liever aankijken, dat het dan wel kan. Maar ik ga er even heen rijden. Ik heb geen idee waar ik nu heen rijd, überhaupt. Maar ik ga er even heen rijden dan. En dat mag ik niet aan jullie laten zien. Dus, Oké, ik heb goed nieuws. We mogen hier, deze locatie kan ik natuurlijk wel allemaal laten zien, een ophaalpunt bezoeken. Waar we namelijk wiet kunnen ophalen van een of andere chappie. Dus daar gaan we gelijk heen. En dan kan ik vervolgens wiet gaan verkopen. En dan hoop ik niet dat de politie mij betrapt. Want ik heb al vaker gehad dat ik dan... Heb ik dan niet op camera gehad hoor. Maar ik de politie tegenkwam. En er zijn wel 3 agenten aanwezig in dienst. Dus wellicht dat de politie er ook is. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik heb ook niks illegaals bij me volgens mij. Even kijken, wat heb ik allemaal bij me? Casinofiches, goudpan, gram goud, lege fles water, schep, telefoon, een water, ja, breekijzer. Nee, ik heb helemaal niks raars of verdachts bij me. Dus wat we wel even moeten gaan doen, is ik denk de wiet gelijk in mijn kofferbak doen. Want als ze mij dan gaan fouilleren, dat ik dan niet instant verdacht ben, weet je? Want dat is wel crappy. Hey, boer Frank! Kijk jongens! Dit is boer Frank. Wat de hel? Oké, haal de wietpakket op bij de dealer. Die staat hier hoor, meneer de dealer. Goeiedag, ik neem jouw wiet even aan. Tot de volgende keer. Dank je wel voor zaken. Oké, laat maar. Ik weet niet hoe ik het in mijn kofferbak moet doen. Dus helaas, dat kan niet. Dat wordt hem gewoon niet voor mij. Dan hou ik het maar bij me. Maar dan moet ik wel op tijd zijn en het snel doen. Ik moet gewoon snel de wiet verkopen. En hopen dat de politie er niet instant is. Want dan heb ik een probleem. Dan heb ik zeker het probleem. Oké, we zijn er. Het is in de oude inbraakwijk. Oké, dan moeten we snel zijn. Dan gaan we hierheen. Dan hopen we echt heel erg dat er geen politie komt. Oeh, daar ben ik heel bang voor. Een voorraad wiet af te leveren. Oké, we zijn drugs aan het afleveren. Dat kan altijd eventjes duren. Zo, wat is mijn greenscreen raar aan het doen? Oké, we hebben het gekregen. 250 zwart geld. En een volgende locatie. En die is om de hoek hier. Dus daar rennen wij maar beter even heen. Laat ik de auto gewoon staan. Kut. Hoor jullie dat? Ik hoop dat dat niet zomaar echt de politie was voor die hierheen kwam. Ik denk het niet, maar je weet maar nooit. Dus ik ga voor de zekerheid toch even hier staan. Ik denk niet dat het de politie was voor mij hoor, maar je weet het tegenwoordig maar nooit. Oké, voorraad wiet af te leveren, daar gaan we. Volgende voorraad wiet en ik denk niet dat de politie eraan komt, dus dat scheelt. Echt heel erg. Oké, we gaan het laatste pakketje afleveren en dan zijn we klaar. Dan zijn we helemaal klaar. Ja, kijk hier, het laatste pakketje wiet. Daar gaan we easy game en dan hebben we gewoon weer geld verdiend. Dan hebben we denk ik 750 zwart geld weer. Dus ik kan weer met Louie afspreken. Maar ik kan het ook nog even bewaren. En dan ga ik even uitzoeken of ik dingen in mijn kofferbak kan leggen. Of niet. Maar ik denk dat ik het beter kan bewaren. We hebben een mail gekregen van Eduardo. Wat zegt hij? Yo Max, ik zie dat je de drugs hebt afgeleverd. Lekker bezig. Hey, graag gedaan Eduardo. Niks aan het handje. Oké, nou dan kunnen wij weer verder met onze zaken. Ik ga het nog niet met Louie afspreken. Ik wacht tot ik meer heb en dan ga ik weer met Louie afspreken. Want dat zwart geld dat ik nu bij hem heb, dat kan ik op zich wel veroorloven. I see a cat. Kijk jongens, it's a cat. Ik vind katten echt cute. Come on cat, be free. Be free. Goodbye. Maar nu is het klaar. Ik heb de kat niet meer kunnen vinden. Ik wilde hem zoeken, maar ik heb hem niet meer kunnen vinden. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Doe maar even een duimpje omhoog als je het vaker wil hebben. Oeh, agenten. Altijd leuk, altijd leuk. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water. Tot de volgende keer. 2000 likes.